Ja, maar er staat de redactie op. Nou, en? Ja, je weet toch wat er allemaal altijd zegt? Geef mij je woord, meneer Zeven. Pas niet. Ja, het is een video 8. Zou je toch bij de hoofdredactie moeten zijn? Nou. Waar heb ik dat aan te danken? Omdat je mijn grootvader bent en omdat je me zo ontzettend goed geholpen hebt. Ja, ja. Denk maar niet dat ik geen overgrootvader had willen zijn. Hoi, stom achter. Hallo. Ja. Hé, hey. Je boven water? Nou. Had weer een beetje. Nog nieuws? Deur dicht. Easy. Zo, ik dacht dat jij alleen het weekend weg zou zijn. Hebben ze nog een paar dagen aan vastgeplakt? Daar hoor je anders wel mijn toestemming voor te hebben. Klachten bij de directie. Ja, hey, wat moet er nou eigenlijk allemaal, jongens? Even een bandje kijken met de post. Ik hoop dat je nog eens goed hebt nagedacht. Als je niet aan de eisen voldoet, dan ga ik eraan. Hoe lang denk je dat ik dit nog volhou? Het lijkt me een ontvoering. Waarom is dat bandje hier naartoe gestuurd? Hey. Daar zag ik echt niks van. Jij daar. Wegwezen. Ik ken die vrouw. Ik weet wie het is. Het is Jennifer van Lierop. Vrouw van John. Een van onze grootste adverteerders. John? Is dat een vriendje van je? Nee, die ken ik van de Lions Club. En die vrouw? Jennifer Royal, nou, die ken ik van parties en zo. Maar waarom wordt dat bandje hier naartoe gestuurd? Dat je nog eens goed hebt nagedacht. Als je niet aan de eisen voldoet, dan ga ik eraan. Hoe lang denk je dat ik dit nog volhoud? Wanneer is het gebeurd? Ik ga door een hel. Uw vrouw ook, geloof ik? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Arme Jennifer. Oh. Sorry, Nathalie. Niet nu, ga maar. Ik kom zo wel. We zitten net midden in een nieuwe reclamecampagne. Mijn roeren kon het niet treffen. Dus niet begrijp, waarom hebben ze nou dat bandje naar de ster gestuurd? Wanneer is uw vrouw nou verdwenen? Donderdagavond, naar de fitnessclub. Dat is 5 dagen geleden. Ja. Jullie brengen toch niks naar buiten? We publiceren nooit alles. Nee, want... Nou, absoluut geen dingen die het leven van uw vrouw in gevaar kunnen brengen, echt. Gaat uw vrouw elke donderdagavond naar de fitnessclub? Tegen middernacht werd ik opgebeld door een man. Enig idee wie dat was? Zijn stem was onherkenbaar. Totaal vervormd. Wat zei hij? Dat Jennifer niet zal overkomen als ik de politie erbuiten laat. En als ik me aan de instructies hou. Welke instructies? Die heb ik dus nooit gekregen. Helemaal niets. Ze zal toch nog wel in leven zijn? Ja. Gisteravond om ongeveer 10 uur in ieder geval nog wel.
klok en de krant op het bandje. Wat nu? Wacht op instructies, wat moet ik anders doen? Nou. Gek! Wat is dit? Nou ja. Waar heb jij de afgelopen dagen gezeten? Gewoon, bij vrienden. Hoe kom je aan dat ding? Ik maak een proefritje. Ach, hou op met die flauwekul. Flauwekul? Noem je dit flauwekul? Je kunt die oude bromfiets niet eens betalen. Nou, toch geven ze er nog 400 piek voor. Lijkt mij niet voldoende, hè, voor zo'n ding. Ik verdien toch. Zoveel? Vind je het mooi of zo? Ja, is mooi. Maar... Zeik dan niet zo. Vijf, zes, een klein minnetje. Oké, Nathalie, daar gaan we dan, hè. Kom jongens, met die modder. Kom maar. Oké. Goed, Nathalie, dat is mooi. Oké, meer modder, jongens. Kom op, meer modder. Kom op. Hé, jongens, ik zie die modder niet, hoor. Sorry, Nathalie. Koud op die motor. En nog even, mag je dadelijk lekker in een warm bad. Hé, hey, Jan. Mike. Verdwaald. Ster straalt overal. Oké, kom maar. Hé jongens, de make-up hebben we net gecheckt, het hoeft niet. Oké, kom maar over die motor. Dit is mooi. Dit is goed. Houd dit vast, Nathalie. Oké, dit is goed. Nee, het is niet verkeerd. Wat met Marlies? Goed, je moet de groeten hebben. Goed, Nathalie, dit is mooi. Houd dit vast. Oké. Mooi, en nou met tanden, hè? Tanden. Oké, goed, nog eens. Mond open. Ja, mooi. Heel mooi. Ben jij nog steeds in de showbiz, bij de ster? Altijd op zoek naar jong talent. Nou. Deze is al ontdekt. Is ik al bang voor, Mike? Nathalie, jij kan even langs de make-up, hè? Anouk. We doen dadelijk dezelfde shoot, alleen dan met goud 54. Zo, kom je eigenlijk doen? Een artikeltje over reclamecampagnes. Meneer Van Rozenburg, al nieuws van de ontvoering? Nee, daar kom ik ook niet voor. Het gaat mij om die Van Zuilen. Die doet maar. Deelt orders uit alsof er geen hoofdredacteur meer bestaat. Ach, in de hitte van de strijd. Roosma, ga hierheen, Van Echtert, ga daarheen. U weet hoe journalisten zijn. Ja, ik weet precies hoe die Van Zuilen is in elk geval. Arrogant, anarchistisch en volkomen asociaal. En u zit hier maar. Hm? Als onze Lilia zelf. En de hoofdredacteur die wordt straal genegeerd. Er wordt gezegd dat u uw eigen mensen naait. Wat bedoelen ze daarmee? Ach, het gaat al weken zo. En van u krijg ik geen centimeter steun. Dat is niet waar. Oh nee, nee. En die petitie dan? Het feit dat de petitie nog steeds in mijn la ligt, is het beste bewijs van mijn steun. Ja. Ja, Moerman. Ik bel je zo terug. Meneer Van Rozenburg, als u werkelijk meent dat de relatie tussen redactie en hoofdredactie zo ernstig verstoord is, dan zou u kunnen overwegen, misschien kunnen overwegen om de eer aan uzelf te houden. Toch afgesproken dat je me hier nooit zou bellen. Oh. Zo. Ik dacht dat onze donderdagavond altijd. Ja. Wat zullen we doen? Vrijdag dan? De soap ontdekte je.
Soap ontdekte mij. Wanneer praten we verder? Vanavond, tijdens het eten? Nee, sorry. Morgen dan. John! Hey. Hallo. Is die man? Dat is meneer Van Leerop. Ik ben er nog steeds niet uit waarom die ontvoerder eerst 5 dagen niets van zich laat horen en pas dan een bericht naar ons stuurt. Misschien wil hij publiciteit? Ja, maar waarom? Is toch tegen alle regels in? Tenzij hij Van Leerop onder extra druk wil zetten. Tom, ben jij nou wat wijzer geworden? Ja, ze gaat inderdaad elke donderdagavond naar die fitnessclub. Met de auto? Ja. Vast patroon. 9:30 heen, 10:30 terug. Dus Jennifer is die avond na 10:30 ontvoerd? 10:30 precies. Voordat ze in de auto stapte, want die staat er nog. Op slot. En niemand heeft wat gemerkt? Je zou haast gaan denken aan een bekende. Iemand die erop wachtte toen ze naar de auto liep. Want als ze geschreeuwd heeft of gevochten, dan moet iemand daar het gehoord hebben. Zou kunnen. Ze zou nooit zomaar met een onbekende meegaan en de auto achterlaten. Heb jij nog iets ontdekt? Een absolute kanjer. Nou ja, voor de camera. Dat is bekend, ja. Heeft ze nou een verhouding met Van Leerop? Verhouding denk ik niet. Maar ze profiteert wel van hem. Het is een aantrekkelijke dame. Mm-hmm. Voor jou. Nog één. Mijn leven voor 500.000, John. Je moet het geld in een tas doen en vanavond om 12:00 neerzetten. Op ons plekje, weet je wel. Help me alsjeblieft, John. Help me alsjeblieft, John. Weet je het nou nog niet? Nee, ik weet het nog steeds niet. Dank u. Zo moeilijk is het anders niet. Wat bedoelt ze nou met dat 500.000? Gewoon 500.000. Had u dat in huis of zo? Nee, dat heb ik moeten vrijmaken toen ik dat bewuste telefoontje kreeg. Precies 500.000. Ik had op meer gerekend. Help me alsjeblieft, John. Dat klinkt bijna als een verwijt. Hoe zou jij praten? Als er een of andere psychopaat met een pistool in je zij staat te porren? Sorry. Sorry. Hallo? Ja. Nee, die is er niet. Wat wilt u? Het is 11:50. Nou, dan zal ik een notitie erom neerleggen. Goed zo. Bonjour. Om 500.000 te verstoppen. De vrije.
een paar uurtjes slapen. Misschien is het goed dat ik vanavond weer op de bank blijf slapen. Ach, waarom? De ontvoerder wil ons er kennelijk bij hebben. De ontvoerder kan alsof hij dat wil. Nee hoor, ik bel wel als er wat nieuws is. Ik heb ook nog een beetje recht op privacy. Nabelastingen. Geen vetus of zo, of jaloerse concurrenten. Nou, Van Lierop schijnt een ideale baas te zijn. Met buitengewoon veel belangstelling voor zijn reclamecampagnes. Soms wat onbesuist. En dan ontslaat hij iemand waar hij bij staat. Wie? Zijn hoofdadministratie, een Wolsius. Zomaar. Wegens grove nalatigheid. En, schiet het een beetje op, dat verhaal? Wacht eens op de vrijlating van Jennifer. Eerder kunnen we niks doen. Tuurlijk wel. Er is altijd wat te doen. Te verzinnen, bedoel je? Hé, ik heb een paar afspraken. Als ik niet op tijd terug ben, dan geef het maar naar Rosma. Die neem even waar. Oké, Jan? Mijn best. Goed. Succes. Waar is Berend? Bij Van Lierop. Is die vrouw nog steeds niet terecht? Nog steeds niet. Als je Berend ziet, vraag hem dan even bij me langs te komen. Ja? Oh, de adjunct hoofdredacteur. Hoe gaat het nou? Alles gaat prima. Ik heb nog geprobeerd je te bellen. Ik wilde weten hoe het gegaan was. Prima. Deed pijn? Niet dat soort pijn. Ik weet dat ik me lullig heb gedragen, maar ik... Nou, laat maar. Zwanger worden doe je niet in je eentje. Ben je thuis vanavond? Morgenavond. Die Denen die komen toch pas om 2 uur vanmiddag? Nee joh, dat red ik best. Ja. En laat Rademakers het hele model doorrekenen. Hé, hey, kappen nou! De rest komt vanmiddag wel, ja? Kom op nou! Nee, ik verwacht namelijk een belangrijk telefoontje, ja. Nee, ik bel zelf wel, oké. Goed. Een bedrijf loopt nou helemaal niet vanzelf. Ik geef niet graag een primeur weg, maar zullen we de politie niet eens bellen? Nee. Als hij dat geld had, zou hij Jennifer vrijlaten. Maar waarom belt ze nou niet? Moment! Met John. Van Lierop, ja. Nog een blikje. Collega. Ja? Nee, nog niks. Wat? Ja, maar niet alleen, hè? Oké. Ja. Is geen nieuws. Nou, wat gaan we nou doen? Politie bellen.
Kijk eens. Autosporen. Ja, die zijn van ons, van gisteravond. Nee. Deze zijn smaller. Van hierop. Ik weet niet waar u het over heeft. Wat wil je? Meer geld? Ja, 2 ton, 3. Extra? Morgenochtend 6 uur. De loods van Threshold, het industrieterrein. Daar sta je met 8 ton in een tas. Dat is je allerlaatste kans. Zie je nou wel. Hij heeft het gewoon niet gehad. Maar het is wel weggehaald. En Into ons. Wat raar. Was hij wel op de goede plek? Er is maar 1 plekje, zegt hij dus. Bovendien, het geld is toch weggehaald? Ja. En nu? Nou, morgenochtend om 6 uur naar het industrieterrein. Gaat van hier op erheen? Ja, tenminste als hij het geld bij elkaar kan krijgen. En wij? Ja, dag joh. Oh, dat is waar ook. Mijn grootvader zocht je. Nogal dringend geloof ik. U wou maar spreken. Ik blijf me verbazen over de schepping Gods. Ja. Ik heb vanmorgen dokter Holt gebeld. De internist. Ik wou zijn opinie horen over diabetes mellitus. Hij heeft het recht... Hij heeft zich keurig gehouden aan de medische ethiek. Laat me met rust, meneer Moorman. Het kan niet, Berend. Weglopen voor suikerziekte. Is privé. Dat is het niet. Het gaat ook mij aan. Jouw soort razende journalistiek en suiker gaan niet samen. Dat is dan mijn probleem. We hebben er veel goede mensen kwijtgeraakt. Het is niet dodelijk. Ik kan er heel goed mee omgaan. Het is een extra risico bij alle risico's die je al loopt. Maar het stelt helemaal niks voor. Ik heb een voorstel. Nee, ik ga niet achter een bureau. Dan neem ik net zo lief meteen ontslag. Wat dacht je van hoofdredacteur? Nee. Toch wil ik dat je daar nog eens rustig over nadenkt. Ik ben verslaggever en dat blijf ik. Tot het te laat is. Van Zuilen. Ja. En Moerman. Toch politie. Verzekering. Ik had u er liever niet bij gehad. Wij gaan wel mee. Dat maakt het er niet eenvoudiger op. Oh. Sinds wanneer houden verzekeringsmaatschappijen van eenvoud? Wij hebben u hier niet bij nodig. Dat is dan geheel wederzijds. U gaat toch niet ook mee? Ja, natuurlijk. Zoveel geld verliezen we niet graag uit het oog. Maar ik ga wel alleen naar binnen. Dat weet je zeker, John? Ja, dat ga ik hoor. Nou, dus je weet het absoluut zeker, John? Ja. Je gaat alleen, hè? Wat? Je gaat alleen. Jazeker, ja. Alleen. Vooruit nou. Take care, hè?
Zeg, ik ga wel met je mee. Is het toch beter dat ik gewoon even alleen ga kijken? Nee. Uit. Wat is er gebeurd? Heb je geschoten? Doe een pistool weg, gek. Bel de politie. Staat op me af. Ik wou alleen maar dreigen. Nu herken ik niet. Hij is een verklaring op je. Zo. Waarom heb je mij niet eerder gebeld, klootzak? Vind nou die ontvoerde vrouw maar eens terug. Hoor nou eens, Nico, wij zijn... Dit is achterhouden van essentiële informatie. Met alle kwalijke gevolgen van dien. Ik laat dit er niet bij zitten. Wacht even. Ik wil even dat iemand kijkt. Van Lierop! Fred! Mike! Ik wil graag toch dat u even kijkt. Dat is Wolski's. Wie? Schermen Wolski's. Weet u waar die woont? Zij van de pers, van de ster. Sorry, meneer, ik mag niemand doorlaten. Is mijn perskaart. Ik mag niemand doorlaten, meneer. Wat is dat? Chocola. Ja, dat zie ik, ja. Maar waar is het voor? We zijn er. We hebben honger. Appelstukje? Nee, dank je. Niet in het huis, nee. Ik eis van jou straks een volledige verklaring. Betty! Kom eens even op met die gemeentesleutel. Hé, heb je me gehoord? Ja. Hallo? Blijf je nou? Je laat me toch niet barsten, Gerben? Gerben is er niet. Waarom niet? Waar is hij dan? Gerben is... Met geld. Als het geld er niet is, dan ga ik eraan. Gerben, ik ga eraan. Waar had hij met je afgesproken? Om de
Katerijnen natuurlijk. Waar is dat? Ja, waarom is hij dan niet? Hij zou me toch wel helpen? Weet je wat? Zorg dat je er over 3 uur bent. Is die wel dan? Gewoon over 3 uur. Zin. Eerst 1 tooi en binnenkort nummer 2. En dat alleen maar omdat de ster bang is zijn primeur kwijt te raken. Wat is dat nou voor onzin? Ach, jullie denken toch alleen maar aan jullie verhaaltjes. Van die op had het ons verboden om... Ja. Het kwam jullie anders wel heel goed uit. Jennifer mocht geen enkel risico lopen. Nou, dat is dan toch prachtig gelukt? Hoe denk je dat ze er nu aan toe is? En over 1 week, 2 weken zonder eten, zonder drinken? Dat kun je ons toch niet verwijten? Nee, natuurlijk niet. Ik vraag me alleen wel eens af of mijn werk niet veel eenvoudiger zou zijn als ze alle journalisten zouden verbieden. Dat hebben ze in het verleden wel eens geprobeerd, maar dat is toch niet zo bevallen. Onder Katerijnen, wat is dat? Parkeergarage, hoezo? Over 3 uur komt daar een vriend van Wolsius. Hij heeft dringend geld nodig. Hij belde ze nu. Hij klonk nogal stoned. Zal ik meegaan? Ik sprake van. Rudolf, wij gaan even naar het bureau. Mag je me wat uitleggen? Heb je? Vol in beeld. Wat zou Gerben jou brengen? Geld. Hoeveel? Anders vullen ze me. Wie? Stel, jongens. Maar Gerben zal het regelen. Hij heeft het geld. Hoeveel? 8 ton. Dat is heel veel geld. Als ze het niet krijgen, dan steken ze me overhoop. Ze weten me altijd te vinden. Hoe komt Gerben aan dat geld? Ken jij Jennifer van Lierop? Waar is Jennifer van Lierop?
Waar is Gerben? Ik denk niet dat Gerben jou nog kan helpen. Is meer iets voor jou. Voor één portie zegt hij alles wat je maar weten wilt. En mij helpt hij geen zak verder. Hoe is het eigenlijk met je zoon? Oh, goed hoor. Heeft hij dat baantje nog gekregen? Welk baantje? Waar hij die brommer voor nodig had. Heeft hij gekregen, ja. Nou, dat is dan mooi. Wat denk je? Zouden ze die vrouw nog op tijd vinden? Misschien niet. Ze hebben één haar stand en die verstand ze gedaan. En een gezonde bok. Ja, ze komen je halen. Berend. Het is mijn collega Ton Smits van Narcotica. Verzanen. Hallo. Hoe is het met de arrestanten? Jullie zo prachtig vloeren in de parkeergarage? Ik had het kunnen weten, maar nou, spaart me een heel verhaal. Die knul had niks met die ontvoering te maken. Maar wel met een drugsbende. En hij had zich uit de nesten willen kopen met 8 ton. Nog 2 koffie? Geld wat hij zou krijgen van zijn broer, Gerben Wolsius. Met losgeld? Ja. Een deal van 8 ton? Dat is niet een beetje heel erg veel? Nou, die 8 ton is om in leven te blijven. Hij heeft iemand verlinkt. Vanavond moet hij contact opnemen met de leider van die bende, Xander of Rix. Naam met een X, dat is een handelsmerk. Was het met jou, Nico, dat je opeens zo openhartig bent tegenover de pers? Ik had gedacht dat we een beetje zouden kunnen samenwerken. In ieder geval elkaar op de hoogte houden, snap je wel? Nou, wij mogen achter die pubers aan. Onze gezichten kunnen ze langzaam wel uittekenen. En onze gezichten zeker niet. Ze hoeven maar een ster open te slaan, ze rijgen ons aan hun stiletto's. Het is alleen maar om ze dat lijntje te houden met wat geld en met informatie, dat is alles. Maar ze verwachten jullie arrestant, toch? Hij heeft niet gezegd dat hij zelf zou komen. Ik wil het wel doen. Ja, wij kennen ze niet. Ik doe het wel. Je bent veel vroeger dan ik dacht. Kan ik je eens extra verwennen? Tom, is het geld? Welke aan Tom? Ja. Je geeft dus alleen die envelop en je zegt... Ik wil ik spreken. En waarom? Ik heb een deal die meer waard is dan 8 ton. Wat voor deal? Zeg ik alleen tegen X. Telefoonnummer zit bij het geld. Rudolf, ben je er klaar voor? Tijd om te gaan, Tom? Ja. Je weet het nog steeds zeker, hè? Tuurlijk. Succes. Bedankt. Australië. Ben jij daar wel eens geweest? Ik? Nee, nooit. Gerben en ik zouden daarheen gaan. Boer worden. Op zo'n ranch. Zeg. Jij hebt die knapen wel eens gezien, hè? Een stel, ja. Heb je hem ooit gezien? Kan zijn. Maar ik denk het niet. Goed, het is tijd. We gaan. Snap je?
blik. Waar is de rest, klootzak? Ik wil ik spreken. Je hebt niks te willen. 8 ton, dat is de deal. Ik heb een deal die meer waard is dan 8 ton. Wat voor deal? Zeg ik alleen tegen Rix. Dacht je dat? Ik zou eens leren wie je wat vertelt. Berend, kun je even uitleggen? Hoe diep schat jij die schuur van binnen? Hoezo? Moet je kijken. Aan de buitenkant is je veel groter. Ja. Ruud! Mark! Shit! Die muur zou 2 meter dik moeten zijn. Ambulance, snel! Is ze dood? Ja, vast. Hebben wij het alleen? De dagbladen hebben het morgen onvermijdelijk. Maar op geen stukken na zoals wij. Haalt die vrouw het? Dat weten we niet. Ze ligt op intensive care. Maar het verhaal is rond. Nou, nee. Niet? Ja, we brengen het wel. Daar gaat het niet om. Maar ik ben met Berend eens dat er niks van klopt. Ja, ik bedoel, waarom wordt het bandje naar de ster gestuurd? Waar is het eerste losgeld gebleven? Nou, als het maar een pakkend verhaal wordt, ja? Nou, in ieder geval dacht ik ook nog aan deze. Deze maar. Ja, maar deze is toch veel dramatischer? Ja, het kan wel zijn, maar het is niet erg flatteus, vind ik. Flatteus? Ja. Wat bedoel je? Van Lierop is een van onze grootste adverteerders, weet je toch? Nee, deze wordt het. Hoor je dat? Nee, ik ben een pakkend verhaal aan het schrijven. Ja, Van Zuilen. Zonder adverteerders, geen weekblad. Met Marlies Moerman? Ja, ik ben zijn kleindochter. Wanneer? Goed, dank u wel. Het is er. Opa heeft een hartaanval gehad. Meneer Moerman, ligt hier? U bent familie. Ik ben zijn kleindochter. U kunt er nu niet bij. Is het ernstig? Wacht u hier maar even. Dag.
Ben jij Marlies? Ik ben Isabel. Een vriendin van je grootvader. Ik was erbij toen het gebeurde. U bent de kleindochter. Hoe is het met hem? Hij is al 70, hè? Maar u mag straks wel even bij hem. Niet weggaan, hoor.